Die boosuitzending die eindigde wel mooi met... we gaan volgende week een nieuwe uitzending maken. En als je tips hebt, mail ons gewoon. Want je kan namelijk ook mailen in plaats van met een pistool en een mes... bij de balie te gaan staan. Het seizoen van de online serie Boos van Tim Hofman is gisteren begonnen met een uitzending over de gewapende man die vorige maand het gebouw van BNNVARA binnenliep met het voornemen de presentator om het leven te brengen. In de show gaat Tim Hofman onder meer in op de zware omstandigheden waaronder hij en zijn team al lange tijd hun werk moeten doen. Wij zijn zelf eigenlijk ook bijna gewend geraakt dat het moeilijk is op straat met extra beveiligers moeten draaien. Bedreigingen aan ons adres, aan mijn adres, een beveiligd huis, een alarmknop in je zak. Mm-hmm. Dat soort dingen. Dit voelde als een beetje een apotheose van iets wat al een beetje zo was. Maar zo erg als het nu is, is het nog niet... Dit is wel nieuw. Een man met een pistool en een mes is wel nieuw. Dat is Tom, ik begreep dat het op jou toch weer indruk maakte. Ja, weet je, je wordt er toch elke keer weer droevig van. Dit natuurlijk al helemaal. Ik vertelde aan de redacteur vanmorgen aan de telefoon... dat ik was de afgelopen maanden twee keer in een uitzending... waar een columnist en een journalist zat... terwijl er een politieauto voor de deur stond... en een grote sterke meneer meeliep tot aan de studiovloer. En je vindt het al bijna normaal. Terwijl het gewoon mensen zijn die hun werk doen... en iets blootleggen of iets zeggen wat jij niet wil laten zien of zo. Maar ja, dat kennelijk dus toch een gegeven is. En die boosuitzending die eindigde wel mooi met... we gaan volgende week een nieuwe uitzending maken. En als je tips hebt, mail ons gewoon. Want je kan namelijk ook mailen in plaats van met een pistool en een mes... bij de balie te gaan staan. Dus ja, daar ben ik het eigenlijk mee eens. Ja, Elif, de show ging ook in op het vermeende motief van de man. Ja. Jij zag op Twitter daar een interessante dynamiek rond ontstaan. Ja, nee, ik vond ze kwamen zelf met de term saladebar extremisme. Dus die man die shopt uit allerlei verschillende vormen van extremisme. Dus er zat een islam element in, er zat ook een rechtsextremistisch element in. Ja, nou ja, een soort van saladebar van levensovertuigingen en idealen. Een beetje cherrypicking uit wat dan je goed uitkomt. En ik zag op Twitter inderdaad dat de mensen met een wat rechtsere signatuur, die pakten dat islam element eruit. En mensen met een wat linkser signatuur zeiden, ja, zie je, het is weer een rechtsextremist. Toen dacht ik, ja, je kan ook gewoon zeggen, het is een extremist op meerdere fronten. En het is blijkbaar iemand die zijn kinderen niet mag zien en die daar ook heel erg door gedreven wordt. Daar zit een persoonlijk element in. En ja, ik vond dat die dynamiek interessant. Dat er toch altijd een soort vingerwijs aspect bij komt. Precies. Ja. Tom, tot slot nog even, want Tim Hofman benoemde ook dat het wat ongemakkelijk voelt om zelf om zelf je eigen onderwerp te zijn, zeg maar. Dat je zelf het verhaal bent. Maar dat is een ontwikkeling die volgens jou al wat langer gaande is. Vroeger, een paar jaar geleden was het zo dat zeg maar, de verslaggever was niet van belang. Die kwam alleen maar het verslag doen van een verhaal. Ja, dat is echt wel Maar de laatste jaren zie je toch vaker als iemand op een moeilijke plek staat of een oorlogsgebied of dat de presentator dan nog zegt, doe voorzichtig of gaat het wel goed met je of kan je wel werken daar of zo. Dus de verslaggever wordt steeds meer onderdeel van zijn eigen verhaal. Ja. Nou snap ik dat in een oorlog bijvoorbeeld wel, want ik herinner me dat ook bij Nieuwsuur, dat Jeroen Wollers dan eerst even vraagt van pas je een beetje op. Dat is ook logisch, hè? Gewoon, je vraagt aan je collega hoe hij zijn werk doet. Ja. Maar ja, als iemand bedreigd wordt gewoon in Nederland, dan is het logisch. Het gaat echt om die persoon. Mm-hmm. Het is logisch dat daar even gevraagd wordt van hoe gaat het met jullie eigenlijk? Hoe hebben jullie het verder gedaan? Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.